Ik sta hier bij een ontmoeting met Hugo Borst, georganiseerd door Stichting Welzijn en Bibliotheek IJmond Noord. Indrukwekkend verhaal wat u net vertelt. Ja, dankjewel. Ik tour met het verhaal over mijn moeder. Het verhaal over Alzheimer, over verpleeghuizen. Het is voor mij ook een kans om in contact te komen met andere mantelzorgers. Met mensen die werken in de zorg. Tussendoor, hè, vooraf, in de pauze en achteraf maak ik altijd vaak een praatje. En dan hoor ik weer eens wat. Dus ik word er zelf ook wijzer van. Je hebt die columns natuurlijk geschreven in het AD. Was dat tijdens dat je moeder werd opgenomen of heb je dat later gedaan? Ik ben gaan schrijven eigenlijk vanaf het moment dat mijn moeder bijna is opgenomen. Dus ik schrijf deze chroniek net zo lang eigenlijk als mijn moeder in het huis zit. Misschien 6 weken nog dat ze op de Robert Kochplaats woonde. En ja, daarin zie je wel een glijdende schaal. Mijn moeder gaat achteruit, hard achteruit. En dat doet pijn, maar ik vind het wel mooi om op te schrijven. Ook al omdat mijn moeder zelf gefascineerd was door de ziekte. Nou, nu moest ik wel een traantje pikken toen je zei hoe belezen je moeder was. Het raakt me wel. Het raakte jou dat ook? Nou, ik vind het jammer dat alle kennis die in dat hoofd zit, die is verdwenen, zou je kunnen zeggen. Er is nog wel wat over, maar ze kan het niet opdiepen. Ze kan het niet meer verwoorden. En mijn moeder was dol op lezen. En dan denk je, ja, wat is daar nou het nut van geweest als wat hiervan overblijft niet kan putten uit al die rijke kennis, al die schoonheid. Ja, dat is de wreedheid van het leven. Zij had het dus ook in haar familie, maar het lijkt me wel een stap om je eigen persoonlijke verhaal, die je toch met je moeder hebt, om daarmee naar buiten te treden. Ik heb nooit een probleem om de band met mijn familie aan het papier toe te vertrouwen of erover te vertellen. Het is wel een mooi eerbetoon voor iemand die zo belezen is. Ja, nou, ik wil me ook. Dit is ook wel een klein monumentje voor mijn moeder. Het is natuurlijk ook een boek over de band tussen moeder en zoon. Ik vind het fijn om te doen. Ik doe het met liefde. Ik vind dat het verhaal van mijn moeders leven, wat helemaal geen opzienbarend leven is, maar een gewoon leven, dat mag verteld worden. Dat moet verteld worden. Ik heb bijvoorbeeld ook een prachtig verhaal over hoe mijn ouders elkaar hebben leren kennen en dat ze eigenlijk binnen een half jaar, 15 en 16 jaar, een wandeltocht moesten doen om de hongerwinter te ontvluchten. Van Rotterdam naar de Achterhoek. Daar hebben ze 5 dagen over gedaan. Moet je voorstellen, 15 en 16 jaar. En die band die is blijven bestaan tot aan de dood van mijn vader. Dat zijn mooie verhalen om te vertellen. Zelf kijk je ook een beetje schuchter naar als ik straks zo oud word en ik krijg de ziekte, dan maak ik me liever zelf van kant. Hè? Ik ben er wel uit dat als je je waardigheid echt wil behouden, bewaken, dan moet je wel beschikken over een pil, ja, zeker. Dat is zo. Ik zelf zou er geen behoefte aan hebben om in een verpleeghuis te zitten. Ook al zijn er heel goeie. Dat over Alzheimer, maar ik vond het ook uniek dat u ook een gezicht gaf aan de mantelzorgers die er zijn in Nederland en hoe daarover gepraat wordt. Er wordt wel even heel eenvoudig over gepraat, maar het is gewoon keihard werken. Nou kijk, als mantelzorger heb je je privéleven, je eigen leven. Je hebt een werkzaam leven. En daarnaast moet je nog heel erg goed zorgen voor je vader, moeder, broer, zus, tante, geliefde. Dat is loodzwaar. Helemaal als je er alleen voor staat. Sommige mantelzorgers kunnen het delen met andere mantelzorgers in de familie. Maar als je alleen moet doen, heb je het zeker zwaar. En dat mag wel eens benoemd worden. Want het is echt zo dat er soms wel eens sprake is van een burn-out van de mantelzorger. Dat is echt een probleem wat je niet moet onderschatten. Dus met dat pamflet was ik ook blij. Maar nu was er een ander pamflet waar u dagen mee in het nieuws bent. Nou, daar mag u ook trots op zijn. Nou ja, trots op zijn. Het gaat erom dat ik me erger aan het feit dat er in Nederland, toch een beschaafd land, dat het zo is dat heel veel mensen, oudere mensen, kwetsbare mensen, structureel zorg en aandacht tekortkomen. Dat kan niet. Ze kunnen niet voor zichzelf opkomen. De verzorgenden die ook gedupeerd worden, want die staan onder enorme werkdruk, zijn ook niet het type dat staakt of zegt van tot hier en niet verder. Dat zijn eigenlijk dienende mensen, volgzame mensen. Nou ja, iemand moet het doen en ik doe het graag. Ik vind het noodzakelijk. En je ziet ook aan enorme respons, want we zitten volgens mij al tegen de 50.000 ondertekenaars aan in een paar dagen, dat het enorm leeft. Mensen pikken het ook niet meer. Mantelzorgers die gewoon zien dat hun geliefde
niet die zorg en aandacht krijgen, die pikken het ook niet meer. En nou ja, ik kanaliseer het, zal ik maar zeggen. Ja, ik ben blij dat u de politieke angel eruit gehaald heeft. Ja, ik hoop dat dat lukt. In de gesprekken met de politici die ik heb gevoerd, is de intentie om eruit te komen. Maar ik las gisteren toch alweer een paar quotes waarvan ik dacht van ja, daar gaan we weer. Hè? Maar goed, ik blijf gewoon doorgaan. Ik blijf hameren op van linksom of rechtsom. Het moet anders, het moet beter. En ja, ik zou zeggen, begraaf die strijdbijl nou en gebruik die voor andere discussies. Er moet natuurlijk wel gediscussieerd worden, dat wel. Maar ga niet de hele tijd lopen hakken, zo van het is hun schuld. Of zeggen van, zij vragen veel te veel geld. Nee, daar gaat het niet om. Het moet opgelost worden. En hoe, dat maakt geen reet uit.